Met jou allereerst nog de beste wensen. Hoe waren jouw kerstdagen? Ja, lekker rustig. Ik ben op vakantie geweest met mijn vriendin, dus ik ben lekker bijgekomen. Lekker bijgetankt voor die tweede seizoenshelft en dan gaan jullie eerst op trainingskamp. Hoe is die week geweest? Ja, ik denk dat het een goede week was. Iedereen weer bij elkaar. Je bent gewoon heel de week met elkaar. Je kan praten met elkaar. Je traint lekker heel de dag in het mooie weer. Goed veld hebben we ook nog een paar dagen getraind. Dus ik denk dat het een goede week was. Ja, het was eigenlijk wachten op een nieuwe trainer. Die komt er dan niet. Dus jullie hoef je eigenlijk ook niet aan te passen nu? Nee, al vrij snel was eigenlijk duidelijk dat er geen nieuwe trainer kwam op het trainingskamp. Dus ja, dan weet je al dat je gewoon bij elkaar blijft en dat je met elkaar moet doen. En deze week ook nog. Dus we moeten gewoon klaar zijn voor morgen. Ja, en dan treffen jullie hier een oude bekende. Henk de Jong is natuurlijk bekend hier. Jij hebt hem volgens mij niet meer meegemaakt hier. Wat voor wedstrijd verwacht jij morgen? Ja, ik denk een moeilijke wedstrijd. De Graafschap doet het goed, hoewel ze voor de winter niet in hun grootste vorm waren. En wij misschien weer wel wat meer. Alleen Helmond niet dan. Maar ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt morgen. Ja, als ik kijk naar beelden van de heenwedstrijd daar, dan zijn er 2 goals van hun op de counter. En dan wordt de bal teruggetrokken op de 11 meter. Is het dat precies zo'n ploeg, een echte counterploeg, de Graafschap? Klopt, ja. Toen we eruit speelden volgens mij best wel goed. We gaven niet heel veel weg, alleen in de omschakeling. Ja. Zelf hadden we ook nog wel wat kansjes. Dus ik denk ja, dat het een boeiend potje wordt morgen.